Ik ga in gesprek met Vittorio, een politieke vluchteling uit Iran uit de jaren 90. Een van de Tilburgers die de stad liever maakt. Bovendien staat hij bij ons op de lijst, verkoopt hij ijsjes en doet hij ook nog heel veel sociaals in de stad. Vittorio, waarom ijs? Ijs? Ijs is eigenlijk een bijzaak, jongen. Ik wil mensen uitnodigen om met elkaar in gesprek te gaan. In deze tijd, vooral de moeilijke tijd wat we allemaal meemaken met al die aanslagen van IS, over islam, over wilders, wil ik even mensen laten zien, dat kan ook anders. We hoeven eigenlijk niet eens te zijn over alles, maar als we een keer blijven in gesprek, komt het goed. Ja, want je doet nog meer sociale dingen in de stad. Ja, tuurlijk. Ik ben nu bezig. Ik heb pas een kerstdiner gehad voor arme Tilburgers. Ik ga kijken wat de volgende plan is. Vittorio is een van de kanjers die bij ons op de lijst staat. Samen maken we de stad liever, socialer, sterker. Zorg dat je ons deelt, ons liked. Zorg dat je onze website bekijkt. En ga vooral op 21 maart stemmen.